Ja, ik vind het geweldig. Om hier nog steeds bij NAC te zijn. Hup, steek door. Nou ja, prima. Ja, nu bezig zijn met jongens wie iets moois willen bereiken in hun carrière. En dat ik daar onderdeel van uit mag maken, ja, dat vind ik heel bijzonder. Nou ja, yes, Karel. Hup, hup, nu steek. Ja, kom aan. Ik heb een paar speerpunten gemaakt. Daar hoort positie in de goal. Hoge ballen, het meespelen, het meevoetballen, die positie is belangrijk. Ja, daar weer aan vastgekoppeld hoort sprongkracht en hoort reactievermogen. Nou, en dat komt ook gewoon continu terug in een kleine cyclus. Ja, en dat werpt wel zijn vrucht af. Kop, kop, kop. Hup, en de laatste. Prima. Daar. Yes, yes, yes. Hup. Heel gedreven, gepassioneerd, doordacht. We doen niet zomaar wat. Hij voelt ook alles heel goed aan. Hap! Daar, ja, staat. Goed zo, boys. Tik, hap. Ja, prima. Ik heb ze wel duidelijk gevraagd: van, ik ben een beginnende trainer. Jullie zijn ook beginnende profs, maar ik heb wel jullie hulp nodig om mijzelf ook te ontwikkelen. Dus als er iets is, of het kan anders, dan hoor ik graag die feedback. Nou, dat bespreken wij keurig altijd. Tot nu toe gaat het nog meer dan goed. Sinds ik met hem train, ja, hij leert me heel veel bij over het gevoel in een wedstrijd, het gevoel in het NAC-stadion. Bepaalde situaties die de laatste paar matchen vaak zijn voorgekomen dat ik me kon onderscheiden, die trainen we ook gewoon. Dus het is niet echt toeval dat het gebeurt in een wedstrijd, want we trainen er ook wel heel veel op. Maar zoals ik net zei, in het begin van het seizoen was het moeilijk. En nu heb ik me toch wel kunnen aanpassen en het een beetje opgepikt. En nu komt het er ook echt wel af en toe uit. Dus dat is zeker een grote verdienste van keeperstrainer van Jelle. Ja, ik wil wel dat ze er alles uithalen wat erin zit. En dat kan niet om door thuis te zitten. Dan moet je investeren. Dan moet je uren maken, maar wel verantwoord. Hop, hop, staan.